Dit is het YouTube-kanaal van 24trains.tv en elke vrijdag vertel ik je alles over onze nieuwste films. Dat niet alleen, want er is natuurlijk ook weer een trein van de week. Blijf kijken. TradingWordTrains.tv bezocht het Hans-Peter Porsche Träumwerk. Dat is een museum in het Duitse Anger. En ik kan je alvast verklappen dat zich daar een droom van een modelspoorbaan bevindt. Maar we hebben nog veel meer nieuwe films, deze keer veel uit Oostenrijk. Van de serie Trainee in Super 8 Stoom op bergspoorlijnen staan de laatste afleveringen van de 11-delige serie nu online bij 24trains.tv. Die hele serie die omvat bijna zo'n 3 uur aan authentiek en uniek filmmateriaal van stoomtreinen op de berglijnen in Noord-Italië en Oostenrijk. De laatste 3 delen zijn in Oostenrijk opgenomen. Zo zijn er treinen gefilmd op de Vorderenberg spoorlijn. Dat is een normaal spoorlijn met een tandraadsysteem en ligt ten noorden van Klagenfurt in de provincie Stiermarken. Het station Vorderenberg ligt aan het begin en de lijn eindigt bij een ijzerertsmijn. Dat ijzererts werd met 2 stoomlocomotieven in open wagons vervoerd van Praaplich op een hoogte van 1232 meter boven zeeniveau naar Vorderenberg dat op 830 meter ligt. De beelden werden opgenomen in 1977-78 en speciaal voor 24trains.tv gerestaureerd, zodat je nu in goede kwaliteit kan kijken. Bij de smalspoorlijn tussen Groß-Groß en Gmünd werd ook nog gefilmd. Die spoorlijn met een spoorbreedte van 76 centimeter ligt in het noorden van Oostenrijk, tussen Linz en de grens met toen nog Tsjechoslowakije. De film is opgenomen in januari 1976. Veel sneeuw, waardoor het landschap er sprookjesachtig uitziet. Beetje verkoeling in de zomer kan geen kwaad. En wie kan er nu niet genieten van unieke en authentieke stoombeelden? Wij hebben het allemaal voor je. Neem snel dat abonnement. De elektrische loks uit de serie 10-10 en 11-10 van de ÖBB komen ook uit Oostenrijk. Van de 3-delige serie over deze loks kan je nu het 2e deel bekijken. Die opnamen zijn door heel Oostenrijk gemaakt tussen 1990 en 2006. Bevatten beschrijvingen, cabineritten, speciale ritten, noem het maar op. Een mooie verzameling beelden van deze typische Oostenrijkse locomotieven. Wil je even machinist wanen in Oostenrijk? Ook dat kan. In de cabinerit van het Oostenrijkse Hermagorner Villach krijg je dat gevoel meteen. Je rijdt mee in de S-Bahn Kärnten. Lijn nummer 4 om precies te zijn, die beide plaatsen met elkaar verbindt. De cabinerit is voorzien van beschrijvingen, dus dat kan je precies volgen waar je bent en wat je ziet. Het mooie berglandschap, dat maakt het plaatje natuurlijk helemaal compleet. In de nieuwe aflevering van de Duitse serie Auf Tour staat Taiwan centraal. Wordt een rit gemaakt over de Alishan-spoorlijn die reizigers meeneemt naar de gelijknamige bergen en het nationale park. Er is onder andere een uniek bos met 1000 jaar oude bomen te zien. Een prachtige reis. Veel natuurschoon die de reizigers meeneemt naar het dak van Taiwan. 24trains.tv ging zelf ook weer op reis en bezocht het Hans-Peter Porsche Träumwerk in Anger. Dat ligt in het zuidoosten van de Duitse deelstaat Beieren en helemaal niet ver van het Oostenrijkse Salzburg. Hans-Peter Porsche is inderdaad de kleinzoon van de oprichter van Porsche, Ferdinand Porsche, en ontwikkelde een gezonde belangstelling voor modeltreinen. Het siert Hans enorm dat hij zijn collectie in een museum tentoonstelt dat zeker een bezoek waard is. In die collectie zitten onder andere hele bijzondere Märklin-modellen die ze zelfs bij Märklin niet meer hebben. Uiteraard is er ook een prachtige modelspoorbaan en met zo'n 400 vierkante meter groot. De baan is vooral geïnspireerd op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en is tot in de kleinste details afgewerkt. Het systeem is Märklin en de treinen rijden er grundlich, want toen wij er waren hebben we geen enkele onregelmatigheid kunnen ontdekken. We keken onze ogen uit en we kunnen wel zeggen dat het met recht een träumwerk is, een droomwerk. We hebben de hele dag gefilmd en er een mooie film voor gemaakt die nu exclusief is hier bij 24trains.tv. Neem dat abonnement, voor het 4,99 per maand ben je al abonnee van 24trains. Heb je zelf een mooie modelspoorbaan en dan kan je een beetje leuk filmen? Laat het ons weten, stuur ons een mailtje of laat een comment achter onder deze video. Misschien zien we jouw baan wel terug bij 24trains.tv. Hoe leuk is dat wel niet? Iemand met een klassieke Märklin modelspoorbaan ging jullie voor, want die stuurde zijn filmpjes in en die kan je nu zien bij 24trains.tv. Wie kent zo'n Märklinbaan niet van vroeger? Met van die klassieke M-rails, vintage seinen en huisjes. En op deze banen rijden Nederlandse en Duitse modelspoortreinen. En de sfeer van de baan geeft je toch echt dat vintage Märklin gevoel. En als je dan toch in een nostalgische bui bent, kun je meteen unieke archiefbeelden bekijken. Wat dacht je van de film met de nostalgische titel Geluidssmalfilm der Nederlandse Spoorwegen? Daarin wordt de geschiedenis van 100 jaar Nederlandse spoorwegen uit 1939 nagespeeld. Een mooi half uur durende film die je niet wil missen. Heb je genoeg bewegend beeld gezien?
Nou, dan ga je lekker rustig een treinenmagazine lezen. Zoals bijvoorbeeld de Model Railroad Hobbyist uit de Verenigde Staten. Boordevol modelsporen. Maar we hebben nog meer treinmagazines en ze zitten allemaal in de prijs van je abonnement inbegrepen. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. De trein van de week moest wel een Oostenrijkse zijn met zoveel nieuwe films uit het land. En dat klopt ook. De trein van de week is namelijk de elektrische locomotief uit de serie 1010 van de ÖBB, de Oostenrijkse spoorwegen. Deze elektrische locomotieven werden gebouwd door een consortium van bedrijven als AEG, BBC, Elin, Siemens en SGP Graz. 20 stuks van de 1010-serie werden gebouwd tussen 1955 en 58. En 30 stuks van de serie 1110 werden gebouwd tussen 1956 en 61. Die hadden een iets lagere maximumsnelheid, namelijk 110 km in plaats van 130 km. Die gold voor de 1010-serie. Welke trein, tram of locomotief moet volgens jou de trein van de week worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. De collectie van 24trains.tv blijft iedere week maar doorgroeien. En we kunnen wel stellen dat wij de allergrootste treinenmediatheek ter wereld zijn. Je kijkt vanuit je luie stoel naar jouw favoriete treinenfilms, want voor elke liefhebber is er wel iets. En bij 24trains word je niet gestoord door reclame. Dus je kan ongestoord kijken en lezen. Hoe fijn is dat? Voor onze abonnees regelen we ook regelmatig extra kortingen waar je van kan profiteren. Dus waar wacht je nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand beetje een tal, dus voor die prijs hoef je het niet te laten. En het maakt je treinenhobby helemaal compleet. Wat vind je van deze video? We zouden het leuk vinden als je me een like geeft. En abonneer je dan ook meteen op ons YouTube-kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinliefhebber.